cute bij elkaar staat. Tip bij deze kaneelbroodjes. Kijk hoe mooi. Oh ja. 1 lasagne samen voor €2,69. De tweede week fulltime werken. Dat wilde ik echt al zo lang. Nou, net in de pauze van het lesgeven zijn mijn boodschappen bezorgd. Echt heel gezond. Ik heb echt serieus alleen maar gezonde producten besteld. Het is heel chill, dat was 1% gratis. 1% gratis. 1% gratis. Dit wilde ik een keertje proberen. En 1% gratis, 1% gratis. Die ook, maar de tweede daarvan was niet geleverd. Dit nog. En dit. Oh, en ik heb gerend. Jee. Zo, lekker. Visolie en multivitamine. 2 verdeeld over de dag met de maaltijd. Dus ik neem er nu van allebei 1 en vanavond weer 1. Van Naturally Fit even. En eitjes koken, lekker. Dit is echt heel lekker. En hij is de hele dag zo vervelend. Galgje coronaversie. En de dag is weer voorbij. Even pakketjes wegbrengen, olé. Oh, ik ben gaar. Nou ja, vandaag hard gewerkt, gerend. Net weer een beetje opgeruimd. Heb mijn haar gewassen. Bestellingen gemaakt. Oké, let's cook some easy meal. Waarom ben je zo fluffy? Morning. Ik heb net gezellig de dag geopend met de kinderen, lesgegeven over het delen met de rest. En we hebben maar een half uur steeds voor de lesmomenten. En dat is eigenlijk 10 minuten instructie, 20 minuten zelf werken. Maar ik merk dat ze behoefte hebben aan iets meer instructie. Anders vind ik het wel heel kort. Bully. En de weektijd is eigenlijk, ze hebben ook een uur weektijd en een uur vragenuurtje. Dat is allemaal best wel veel voor wat ze moeten doen. Dus ik heb gezegd, oké, we doen de instructie wat langer. We doen ook wat meer eventjes nog kletsen en zo. En dan maak je de les gewoon af tijdens de weekzaak en vragenuurmomentjes. Dus ze zijn nu even 5 minuutjes zelf aan het werk, superkort. Maak ik even een koffietje en dan gaan we door met taal. Maar dat is een werkpakketles, dus dan gingen we eventjes vakantieverhalen doen. En ik ben nog steeds heel vol als je kan zien. Maar ik vind het wel heel leuk om de kids te zien. Ik ga buiten in Lizard, maar ik heb gerend. Zie jullie dat mijn hoofd er zo bol en moe uitziet. Toch door kerst. Slecht slapen en slecht eten. Oeh, maar ik ben goed bezig. Over 3 minuten begint de les weer. Ben kapot. Dan zie je dit staan. In de tegenwoordige tijd, dat is de tijd die zich nu afspeelt, heeft een werkwoord meestal 3 vormen. De ik-vorm is dus de vorm zoals het woordje eruit ziet als je vanuit ik praat. Oké, goed bezig. Eindelijk is mijn Chipito video af. Nu moet ik echt wel nog mijn vlog editen, maar ik heb er geen zin meer in. En ik heb nog iets leuks gedaan. Ik heb weer eens wat aan de webshop gedaan. Ten eerste heb ik de verzending... Oh, dit hoort niet. Die heb ik verlaagd, de gratis verzending. Het is niet meer vanaf 75, maar vanaf €39. En ik heb iets nieuws, namelijk de surprise box. Of surprise box. Dat vind ik zelf helemaal geweldig. Dat is namelijk dit. Ik heb het voor kleding, voor home collectie en voor sieraden. En wat het inhoudt, zal ik even laten zien. Bijvoorbeeld, je koopt een surprise box van €40 en de waarde is tenminste €55. En dan kun je aangeven, wil je geen armbandjes, alleen stenen steel, geen oorbellen, geen ringen, geen ketting of niet opvallend. Kan je 1 optie kiezen. Voor nu, als ik merk dat mensen er 2 aan willen geven, kan ik er misschien nog 1 bijzetten. En of je dus goud, zilver wil of goud en zilver. Het zijn gewoon allemaal dingen uit de collectie, uit de webshop. En dat zijn alleen maar toffe items. En dan kun je hier van alles aangeven. Mocht je het nu zien en denk ik zou meer willen aangeven, let me know. Vooral wat je onderkledingmaat is, je bovenkleding. 2 kleuren die jij niet draagt en een item die je echt niet draagt. Zodat ik toch een beetje, ja, ik pak alles zelf in. Dus dan kan ik bij geen machine of zo. Dan kan ik toch een beetje rekening houden met jullie voorkeuren. Ik ben benieuwd, ik kan echt niet wachten om daar bestellingen van te gaan krijgen en die te gaan inpakken. Lijkt me echt onwijs leuk om te doen. En ik wil mijn collectie gewoon wat verkleinen. Dus ik ga er leuke boxen van maken. En ik heb die minimale waarde gedaan. Omdat ik mezelf niet wil vastpinnen aan een bepaald hoger bedrag. Maar waarschijnlijk zal het wel iets hoger uitkomen. Ja, zo hoop ik mensen blij te maken. En mijn eigen collectie een beetje wat te kunnen verkleinen. Want ik heb, zag ik net, echt 1000 producten of zo in mijn webshop. Dus dat is gewoon echt heel veel. Hoi, ik heb net 2 lessen gegeven. Ik ga soms zo stuk op mijn kinderen. We hadden een dictee met het woordje kabouter. Dus ik vraag aan iemand of hij weet wat het in het Engels betekent. Hij steekt zijn vinger op. Hij zegt stinky little man. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon zo grappig. Ik heb echt een leuke klas. Het was echt superleuk. Ik heb lekker pauze. Dus ik denk dat ik vast even mijn tas ga inpakken voor als ik straks naar Haag ga. Oké, klaar met lesgeven. Nu ga ik even als break
dit allemaal naar het vuilnis brengen en wat kleren uit de auto pakken. Ik ben pakketjes aan het samenstellen en het is zo leuk om te doen. Het eerste pakketje is klaar. Superleuk rokje die ik nog moest shooten voor de webshop. Toen dacht ik, nou, dan doe ik die er wel in. Vond ik echt helemaal leuk voor haar. Heel leuk rokje. Met een heel leuk sjaaltje en een hoofdband. Ze zei graag iets van een onderkantje met een hoofdaccessoire. En een beauty item erbij dus. Echt zo leuk. Dus deze is klaar. Best wel veel werk, want ik wil gewoon iedereen natuurlijk super blij maken. Dus ik denk echt heel goed na, maar ik moet ook alle items weer van de site halen. En ik ga trouwens steeds uit van de saleprijs. Dus deze was eerst 45 en nu 25. Dus ik ga dan uit van 25 euro. Ik moet nu een pakketje samenstellen van maat M 70 euro. Tot nu toe doe ik het steeds eigenlijk wat hoger dan het bedrag. Ik heb nu voor haar dit echt een gekke jurkje. Ze zei dat ze heel erg van jurkjes houdt. Van Ambika, geweldig. Heel leuk. En bij de kledingbox zit ook een accessoire. Dus ik dacht, ik doe... Kijken naar het seizoen. Deze toffe muts erbij. Deze waren normaal 11 euro en nu 5. Dus ik zit nu op 30 euro. Nog 40 te gaan. Echt zo leuk. De uit van jurkjes, dus ik doe dit jurkje erbij. Die valt vrij klein, las ik in mijn beschrijving. Dus dan kies ik voor haar een maat 40. Want ze zei ik heb met je 38-40. Nou, zo doe ik dat dan een beetje. Ik ga nog deze hele toffe oversized trui erbij doen. Dat was echt een bestseller. Daar heb ik super veel van gekocht destijds. Heel leuk. Dus nu heb ik de trui, de jurk... Nog een jurkje, de muts. Natuurlijk een beauty cadeautje erbij. En dan ga ik even kijken op welke waarde ik nu zit. Maat XL boven en onder. En de kleuren die ze niet draagt of niet wil zijn rood en geel. Dus ik heb deze hele mooie trui. Dan heb ik een lekkere wijde blouse. En nog een hele leuke... Blouse, dat vond ik er al. Het is ook leuk als er een beetje... Het hoeft geen outfit te zijn, maar als het een beetje zo cute bij elkaar staat. Vond ik als accessoire ook deze muts super leuk. Oké, ze had twee boxen en totale waarde 80 euro. Dat betekent dat ik er twee accessoires bij doe. Deze hoofdband en deze muts. Blouseje is 30, deze is 25. Deze is 33. En dan doe ik er nog twee oogschaduws bij. Oh, ik hoop zo dat iedereen het leuk vindt. Oké, weer een XL. Ik vind dit heel vest. Dit vest heel leuk om erbij te doen. Echt prachtig vest. En dan deze trui. Het moet weer een waarde zijn van 70 euro. Sowieso deze mascara. Deze headband. Ga ik nog voor deze blouse. Dat is een maat L eigenlijk, maar valt heel oversized. Dus ik ga ervan uit dat die gewoon past. En dan zit het weer over de waarde heen. Maar het maakt allemaal niet uit. Het is veel te leuk dit. Het lijkt wel vrijdag de 13e. En ik moet ook nog opmaken. Jongens, de tip bij deze kaneelbroodjes is om de boter die je erbij krijgt bijna niet te gebruiken. Je moet echt zo een beetje gebruiken. Want dan zijn ze veel lekkerder. Hallo, ik ging gisteren dus naar H. Het was echt super erg stressen. Op mijn werk kreeg ik ineens, had ik nog veel meer dingen die ik nog moest doen. Terwijl ik dacht, oké, vrijdagmiddag rond ik even snel af. Toen hadden we nog een nieuwjaarsborrel. Ik moest die bestellingen maken, want ineens werden die boxen heel goed verkocht. En toen wilde ik op tijd weg, want ik wilde heel graag meerijden met hem naar zijn ouders. Toen zag ik dat er heel erg file stond, 20 minuten lang. Toen wilde ik mijn auto starten. Ik zat even twee minuutjes of zo mijn verwarming aan, want het was bijna helemaal bevroren. Start mijn auto niet. Ik werd helemaal gek. ANWB gebeld. Was ik niet verzekerd voor in je eigen woonplaats. Dan zou ik 155 euro moeten betalen om abonnement te wijzigen. En dan zou het ook anderhalf uur duren of zo. Dus toen dacht ik, oké, ik klop even op de ramen bij de mensen die in de auto naast mij staan. En die kende weer iemand in Muiden die ik toevallig ook... Want dat is de man van Graaf Floren, zeg maar, van de horeca. Tijdens het hij startkabels. En liep die vrouw heel lief met mij mee om die startkabels te halen. En toen hadden we de startkabels. Toen heeft hij met zijn auto mijn auto gezet. En toen deed hij het weer. Toen moest ik ook nog voor 5:30 al die bestellingen wegbrengen. Waardoor ik mijn auto niet meer kon uitzetten. Dus toen moest ik mijn auto aan laten staan. En die bestellingen snel wegbrengen. En toen ben ik naar Haag gereden. Het was een hele gezellige avond bij zijn ouders. En nu gingen we even mijn auto ophalen om te kijken of hij het doet. En hij gaat aan. Dus ik ga even niet naar de garage, want ik moet toch volgende week mijn APK doen. Dus ik neem het risico dat hij morgen hopelijk start. Als ik weer naar huis ga, dan blijf ik twee nachtjes logeren. En nu gaan we lekker een strandwandeling maken. En dat was het, denk ik. Ja, dat was het. Carwissel. Ik heb ook een cadeautje. Een cadeautje. Een pakketje, die kreeg ik gisteren. Toen ik mijn pakketten ging wegbrengen. Een face mask, allemaal van Body Shop. Lemon Purifying Hair and Body Wash.
helps wash away bacteria and impurities. Wow. Ruikt echt heel lekker. Lemon Protecting Hand and Body Lotion. 27-hour intense moisture for dry overwashed skin. Wat leuk. Dit is volgens mij helemaal gebaseerd op heel veel desinfecten. En Purifying Face Wash. Helps wash away bacteria and impurities. Wow, hier ben ik echt oprecht super benieuwd naar. Heel leuk. Wow, veel kaarten. Leuk. Mooi gedaan. Kijk. I'm proud of myself. I believe in myself. Dit vind ik super leuk. Jee, hier ben ik blij mee. Lekker. Lekker wandelen. Heerlijk. Het is koud, maar het is echt heel lekker zonnig. Het begint te regenen. Kijk hoe mooi. Oh my god. Prachtig. Echt heel mooi. Good morning. Want dit is zo geweldig. Ik ga eindelijk het huis van Rosie, waar ze echt al mega lang woont. Maar ze woont dus midden in Amsterdam. En het is altijd traan met het OV. Dus ik wilde altijd graag op zondag. Want het is hier nog gratis parkeren op zondag. En eindelijk is het gelukt. En ik ben perfect ingeparkeerd. Ik ben zo blij dat ik dat nu goed kan. En ik ga even dubbel checken of het echt gratis is. Maar ik heb er zoveel zin in om haar te zien. Eeuw! Ik ben al even bij Robie, maar ik had nog niks gefilmd. Omdat het zo gezellig is. We hebben zoveel te bespreken. Zo, en dus, oh, dat heb ik net gezegd. Bolly zit hier. Roos zit even lekker op de bot. Ja, het is zo leuk, want dit is het huisje van Ro en Mies. Mies is ook een vriendin van mij die ik echt nooit meer zie. Maar die is er nu niet. Maar ik was hier dus nog nooit geweest, omdat ik heb echt een hekel aan anderhalf uur met het OV reizen. Dus ik wachtte steeds tot ik op een zondag kon komen, want ik kon gratis parkeren. En dat was nu eindelijk. Dus ik hoop dat het vaker kan. Het is zo leuk. Wat zit je nou allemaal te zeggen? Fijn. Wat zeg je? Wat? Schijt. Doe even de deur open. Schijt. Het grappige is, Ro en ik... Oh, hoe oud waren we? Ro was 12. Hoe oud was jij toen we elkaar leerden kennen? 12? Ja. En nu 25? Ja. Oh my god, zo schattig. En toen, ik weet nog, op de 13e verjaardag was je bij mij. En toen gingen we voor het eerst Malibu drinken. Jij gaf mij altijd zulke leuke verjaardagscadeaus. Ja. Uit je moeders kast een soort van stuk zeep of zo toen ik 16 werd. Ja, een bijenkorftasje. En dan wilde ik dat het mooi eruit kwam wat erin zat. En dan had ik er onder het toilet. Wow. Ja, Ro, oh ja, is mijn oudste vriendin. Nu, ja. Hé, hey, de muziek verandert. Maar wij gingen altijd naar... Nou, Ro. Wij gingen al naar musical school, jarenlang. En dat is serieus... 2 minuten hier vandaan. Zo leuk. En dus we gingen altijd samen. Ik vanaf Weesp en Rona vanuit Diemen. Met de trein. En dan gingen we samen naar musical school. Dan, waar ik net langs reed, metro. Daar gingen we altijd, moesten we uitstappen. En dan gingen we naar de Aldi. Gingen we toosjes halen met van die hele goedkope brie. We hadden de tijd van ons leven. En dan gingen we terug altijd in de avond nog heel lang op het station chillen. En nou, het was zo gezellig. Gingen we altijd liedjes zingen in de... In de dingen die op het station staan, die overdekte dingen, gingen we aan de rand van het spoor zitten, wat echt totaal niet mag. Maar goed, we waren jong. Ja, dat was zo leuk. En het is zo grappig, want daar woont Ro dus 2 minuten vandaan. Ze zit wel heel lang op de wc, zeg. Jeetje, Mina. Zo.
Is het gelukt allemaal? Ja. Ik vind het zo grappig, Ro, dat je eigenlijk zo dicht bij musical school woont. Weet je hoe geweldige tijden wij hebben gehad, Ro? Oh, dat was zo leuk. Dat was zo leuk. Ik heb daar zulke goede herinneringen aan. Eigenlijk alleen maar goede... Alleen maar leuk, maar we hadden het echt... Hadden wij ooit ruzie? Toch alleen maar dat ik dan mezelf er niet leuk uit vond zien en dat jij dan een preek moest geven of zo. Dat ja, was... dat was echt de max. Verder nooit. Nee. Toen we met mijn ouders in Saint-Tropez waren, toen had je de hele tijd, vond je dat je rimpels had gekregen. Oh, weet je dat hier! Dan? Ja. Die heb ik ook maar echt. Maar dat was gewoon make-up en dan ga je zweten en dan zie je van die lijntjes. Maar ik heb en die... En ik heb echt iets van 5 keer gezegd, oh my god. En ook mijn vader, ik weet precies Klaas, waar. Klaas, ik krijg rimpels. Ik weet ook nog precies waar. Want daarna hebben we die foto gemaakt. Met dat ik een soort blauwe jurk aan had. Een soort van steen. Ja. Weet je welke ik bedoel? Ja. En ik had een blauw topje aan. Met gouden knoopjes. Die ik ook heb. Blauwe. Die jij ook hebt. En dan met witte stippen van ja. De New Yorker. Die had ik ook. Die had jij ook. En ik vond het zo leuk. Toen heb ik hem ook gepakt. Ja, oh wat grappig. Ja. En je mocht nooit kleding van mij lenen. Nee, daarom had ik het gestolen. Oh ja. Rodi had een keertje een shirt gewoon. Ik ben zeg maar, mijn vader heeft het ook super irritant. Als wij net iets nieuws hebben, dan willen we niet dat iemand het leent. Want als het dan kapot gaat, vinden we het gewoon super jammer. Dus als we het al vaak gedragen hebben, vinden we het niet erg. Maar Rodi wilde het zo graag. En toen had ik nee gezegd. En toen had ze het gewoon gepakt. En gewoon in haar tas gestopt. En dan later of zo. Want hoe ging dat? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik had ook, ja, maar ik had wel meer dingen gepakt. Toen zei ik ook van, heb jij dat? Maar dan zei je het wel gewoon eerlijk. Ja, want ik wist, Lot, dat als ik het zou vragen, dat je dan nee zou zeggen. En ik wil dat gewoon hebben. Zo grappig. En ik had ook een tuinpak. Die dat was een zo. En die heb ik echt jaren in mijn kast gehad. Volgens mij ligt die nog steeds boven in een zak. Ja, maar dat is toch erg? Dat is heel grappig. Gewoon stiekem kleren pakken van je vriendinnen. Maar je weet wel dat het kan. Ja, dat weet ik het ook. Ja, Mies had altijd ook de leukste dingen. Ik had vroeger echt veel leuke kleding. Jij vond toch altijd zo schattig dat ik er zo leuk uitzag en zo. Party, 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 Bolly. Hey Bolske, Bolske. Wanneer gaan we naar de winkel? Ik zeg nu de winkel, hè? Dat klinkt zo... Winkel. Jongens, wij doen studentenleven. We doen 1 lasagne samen voor €2,69. Dus we eten voor €1,34,5. Toch? Ja, per persoon. Hoe fantastisch. Zo gezellig dat ik eindelijk weer mijn Robi. Weet je wat ik doe? Ik ga erin wachten. En we zijn weer thuis. Ja, Fluff. Jij maakt heel wat mee. Ik voel me goed. Ik zie er eindelijk ook weer wat beter uit. Ik zag er echt niet uit de afgelopen dagen. Zo moe. And now I'm happy because I was with Ha. En met Ro. En het was zo gezellig. Wat een lekker weekend. Nu vind ik het wel. Ik zeg, ik was altijd iemand die heel erg hield van alleen zijn. Maar nu zou ik toch wel graag lekker bij Ha willen zijn. Zo gezellig. Hier is het zo stil. I love you. Fluffy is zo schattig ineens. Vind je het gewoon zo gezellig dat we steeds naar een ander huis gaan? Ah, niet bijt. Oh, hij snapt dat niet. Dat doet zoveel pijn. Oké. Witte hummus en curry hummus. Ik kan eigenlijk niet echt kikkererwten, maar als ik een klein beetje neem, dan gaat het meestal wel. Lekker, buiten. Hallo, ik ben gewoon thuis aan het werk, dus ik heb niet echt gevlogd, want daar had ik niet per se zin in. Ik heb net gewandeld, want eindelijk is het weer lekker zonnetje. Het is wel heel koud. Ja, dat was het moment. Dan zit ik altijd alleen maar op Insta eigenlijk dingen te plaatsen. Ik had lekker, met thuisonderwijs doe ik serieus alleen mascara op en mijn wenkbrauwen een beetje. Toch niemand die het ziet, dus ik heb lekker wat UV op mijn huid, heerlijk. Yummy, speldbol. Ik heb de helft op met koriander limoen, hummus, aardbeien, balsamico creme en avocado. Wow, avocado en zout en peper. Lekker. Het is weer tijd om
pakketjes te maken. Surprise pakketjes. Right, ik ben bezig met een bestelling van 75 euro waarde 100. Ook een beetje gekeken naar wat zij normaal altijd al bestelde. Ik zag dat ze t-shirts leuk vindt. En ze heeft niet aangegeven dat ze roze niet draagt. Dus dit shirt, 90s baby. Dan echt een mega bestseller, deze trui. Ik zag dat ze die al had besteld in een andere kleur. Dus misschien vindt ze het wel heel leuk om deze dan ook te hebben. Aangezien ze hem toen niet heeft teruggestuurd. Deze broek. Want ze gaf wat aan qua bovenmaat. Of het wel helemaal past. En deze heeft stretch. En deze kan ook drie kwarts gedragen worden. Dus ik dacht, nou, dan is dat helemaal leuk. En dit is dan natuurlijk wel een risico. Houdt ze hiervan. Maar dit is een hele toffe trui die nooit in de collectie is gekomen. Het waren 35 euro. En die doe ik er ook bij. Een haarband. Want ik zag dat ze dat ook leuk vond. En dan nog een potje. En dan twee beautyproducten. Deze EOS. En een mascara van. Mini mascara van Benefit. Dat is hem dan. Ik neem het trouwens niet zo nauw de hele tijd. Want dit is 25 euro. 15. 7, 5, 35, 30 of meer. Maar ja, dat is dan uitgegaan van de goedkoopste prijzen die op de website staan. Maar ja, ik vind het leuk mensen blij te maken. Dus ik hoop maar gewoon dat mensen er blij mee zijn. Hallo, goedemorgen. Ik heb net twee... lesjes geven, nou eigenlijk waren het hele makkelijke, want het was een toets en een flitsles. Dus ik heb niet heel veel voor doen. Nu ga ik lekker rennen en ik ben bij haar. Heb ik dat gezegd? Ik dacht ja, nu het nog kan, dacht ik ga ik eens een keertje mijn thuisonderwijs gewoon hier doen. Want straks kan het niet meer, dus dat vond ik eigenlijk wel gezellig. Nu ga ik even snel rennen. Ik heb nog 20 minuten, dan beginnen we weer. Goed verhaal. Doei. Done. Up next, side deep squats in 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2. Gelukkig ben je ongelukkig. Jij was gelijk op als ik je laat vallen. Dat is wel lief. Hallo. Ik zit in Hazen auto, zo chill. Dat is vandaag na werk. 4 uur een afspraak. Echt super dicht bij mijn eigen huis. Dat wist ik al. Dus eerst dacht ik van misschien ga ik vandaag gewoon naar huis. Dat het handiger zou zijn. Maar ik dacht, lekker boeiend. Qua benzine hadden we uitgerekend, het kost echt een tientje of zo. En ik vind het gewoon gezellig om te blijven. Dus ik ga nu heen en weer. Maar ik heb net les gegeven, ik heb gerend. Tussen 12 en 1 heb ik gerend. Alweer, terwijl het eigenlijk niet per se hoefde. En toen ben ik net eventjes nog even een gesprek met de ouder en een kind. Dat heb ik nu eigenlijk iedere middag, wel goed. En toen heb ik net eventjes in bad. Nou, hij heeft een bad en daar douche je dan in. Maar ik ga dan ook meteen in bad. Dus ik ga even 20 minuutjes in bad, echt zo chill. Maar goed, ik zei mag met jouw auto. Want dat is gewoon veel chiller. Ook hier, nu rijd ik op binnen doorroute en dan heb je allemaal hobbels. En dan moet ik normaal de hele tijd van z'n 3 naar 4 schakelen. En hier kan ik muziek luisteren, heb ik goede navigatie. Is gewoon zoveel chiller. Dus ik ga lekker met zijn auto. Maar ik ga nu dus echt voor een afspraak van een half uur. Ga ik nu 2 keer een uur rijden. Ja, ja. In ieder geval, wat zou ik zeggen? Ja, ik heb nu wat fijner in het trage uurtje met de kinderen gedaan. Dat ik tegen heel veel kinderen zeg, het gaat goed bij jullie, dus ga er lekker uit. En dan heb ik een wat kleiner selector groepje die ik kan helpen. En die vraag ik dan, wat ga je nu doen? En zodra ik af kom je terug. Of bij de ander zeg ik juist een vast tijdstip waarop ik wil dat je terugkomt. Die hebben juist een beetje die druk nodig. En zo heb ik een beetje met ouders en kinderen samen voor een aantal kinderen nu individueel iets afgesproken. En dat vind ik heel erg prettig. En de kinderen ook. Dus dat is fijn. Dan leer je toch nog in die laatste week hopelijk nog even wat bij. Wat handiger is. Dat was een succes. En de week zit er alweer op. En dat was alweer, voor mij alweer mijn tweede week fulltime werken. Maar ik weet niet of ik dat al aan jullie heb verteld eigenlijk. Dat ik nu fulltime werk weer. Ik ben van 4 naar 5 dagen gegaan. Maar vertel ik nog wel een andere keer, want jullie vinden het nooit leuk als ik heel lang in één shot zit te praten. Dus dit is zo chill dat je camera hier kan zetten. Doei! Dan draai ik je naar scheet. En alleen ik zit in deze auto, maar ik heb echt geen scheet gelaten. Deze toelichting. Hij heeft gekookt. Heel lekker. Cool. Ik ga
vandaag gisteravond gezellig bij twee vrienden. En nu gaan we eventjes, het is een zonnetje, we gaan even naar een parkje. Hazen auto wassen. Mijn auto vast naar een garage brengen voor APK morgen. En dan moet ik even ook die tas natuurlijk uit de auto halen. Dus dat ga ik zo eventjes doen. En we gaan rennen in het park. Boodschappen doen. En dat was het. En het is echt super lekker weer. Het is heel koud, maar er schijnt wel een zonnetje. Gisteren thuis bij de Kruidvat hebben ze nu allemaal super veel 50% korting. En we hadden ook deze twee leuke spelletjes gevonden daar. Dit was allemaal 50% korting, bijna allemaal. Die lijm. Normale lijm. Dit is roze lijm. Roze glitterlijm. Deze stiften waren 50% korting. Oh, toch? Als het goed is. Deze. Dan ging ik een cadeautje kopen voor een kind van de vrienden die jarig was. En toen zagen we al deze dingen. Dus dat was best wel chill. We gaan even in de car wash. Allee, allee, allee. Hij zit er niet in, want die moest hem aanzetten. En ik zit er wel in. Wee. Wie vindt dit ook altijd leuk, de car wash? Lekker hoor. Lekker, lekker. Poep. Nee. Ja, dat moet dan maar zijn. Hebben we poep onder onze schoenen? We hebben in het park hier, je hebt hem toch, ja, gerend. In mijn tempo, dat is wat langzamer. Een stukje gelopen. Toen iets van in totaal 4 sprinten tussendoor. En ik denk 3 keer gerend, een stukje met een beetje lopen ertussen. Ik ben even benieuwd hoe lang we in totaal. Ik denk echt een uur, maar... Maar op een gegeven moment wordt het zo koud dat je slapen en je oorbellen beginnen zoveel pijn te doen. Maar het was wel echt heel lekker. 52. Alright, we hebben boodschap gedaan. Ik voel me echt trouwens wel, we hebben nu een beetje honger, maar trek. Maar ik voel me wel lekker door dit dagje. Super chill. En we hebben best wel veel boodschap gedaan, dus ik zal even allemaal laten zien wat we hebben gekocht. Bij de Dirk slijterij heb ik deze gekocht. Die wilde ik echt al zo lang. Hij kost wel echt 20 euro. Maar ik was hier te benieuwd naar. En deze hadden we bij zijn ouders. Die vond ik heel lekker. En die was nu 10,50 of 10. Is dat ook chill? Nou, verder. Dit. Ik heb best wel veel gezonde dingen gekocht. Oké, wat hebben we? Dit heeft haar gekocht. Dat was denk ik tweede gratis of zo. Mais, havermout. Dit heeft ze ook haar gekocht. Overbroodjes. Oude kaas was tweede gratis. Havermelk. Dit was tweede gratis. Heel veel limoenen. Super lekker. Broccoli. Kip. Dit heeft ook haar. Dat is echt zo'n typisch mannending. Katjan Pedis. Komkommers. Aardappeltjes. Super lekker brood hadden ze. Watermeloen. Paksoi. Oh ja, deze proteïnjonkjes waren ook tweede gratis. Er zit er nog eentje in de tas, denk ik. Hoop ik. Eww. Dit heeft ook haar gekocht. En dan als laatste. Blauwe bessenworteltjes, lekkerste olijven, mozzarella, zalm, gember, kokos, basilicum, crackers, gember, had ik al gezegd, volgens mij smeerkaas, appelsap, tomatensap, aardappeltjes, heeft haar gekocht, dit heeft haar gekocht, mango's, avocado's, tomaten, selderij, yoghurt van Dirk, is vrijwel net zo lekker als die van Lidl, vind ik, maiswafels, watermeloen en zo'n schoonmaakding. Een lekker restje van gisteren overal. Lunch. Oké, het is kort voor 6 en ik heb net heet het hier aangewerkt. Ik heb het dit keer even niet heel mooi netjes geschreven, maar ik kreeg er niet meer uit dan dit. En dat vond ik wel grappig. Ik doe het nu eigenlijk al 3 weken hetzelfde. Dit is de week. Oh, er zit 1 foutje in. Die ga ik heel snel veranderen nu, zie ik. Dit moet een aparte tabel zijn. Oké, veranderd. Dit. 2 knutsels heb ik erbij gedaan. En dan dit weer. Heel veel linkjes. Echt heel veel. En dan 5 dagen. Olé. Oh, het ziet er super lekker uit. Had je het toen ook zo gedaan? Niet echt gepland, maar eigenlijk is dit een beetje een remake van wat we toen voor mijn ouders hadden gemaakt. Het verhaal had dat gemaakt. Super lekker. Ik wil even die zelfbabies voor jullie proeven. Eigenlijk wil ik het na het eten pas, maar ik heb nu zin om het te doen. Ik denk dat het gewoon eigenlijk lijkt op baby chocola. Die heb ik nog nooit geproefd, maar
Red Velvet is eigenlijk gewoon chocola. En cream. Arbedus is natuurlijk ook cream. Welke kleur zou ik... Oh, hij is ook rood. Nou, ik ben heel benieuwd. Hij was dus 20 euro. Hij is rood, roze. Ik ben echt benieuwd. Hij ruikt heel lekker trouwens. Oh. Dit is echt wel lekker. Natuurlijk zeggen, het heeft echt wel wat weg van Red Velvet. Echt wel Bailey's, maar wel zeker met een andere smaak eraan. Chocola. Alcohol op het einde is echt precies wat hij in Bailey's ook heeft. En die room van Bailey's. Maar dan met chocola, maar heel licht. Want ik ben niet echt een heel erg chocoladefan, maar ik vind deze wel heel lekker. Als toetje of zo, super lekker. Ja, ik raad hem wel aan. Want heel vaak zeggen mensen bij mij dat ze niet weten wat ze cadeau moeten doen. Maar als iemand de leeftijd heeft om alcohol te drinken en alcohol wel lekker vindt, is het best wel een leuke tip om zo'n origineel drank cadeau te doen. Dus ja. Wow, ja, eigenlijk is het, als ik het nu proef, het verschil is dat dit echt een soort karamelsmaak heeft en dat de chocoladesmaak. Maar dus niet te extreem, want wat ik zeg, ik hou niet van chocola en ik vind hem wel lekker. Nou, ik hou lust wel chocola, maar ik vind hem niet echt lekker. Oké, nou, hij is in ieder geval goedgekeurd en hij is echt wel anders dan de normale. Dus dat was mijn review. Waarom zit dit er niet lekker uit op beeld? Zo lekker. Ja, oh. Ja, wel uitzondering biefstuk, maar het mag wel een keer. Zo lekker. Goed hoor. Ik denk heel lekker samen ook. Daar is mijn auto. Hey. Wow jongens, ik moest dus een APK doen. En toen besloot ik om maar even een grote beurt te doen. Want mijn opa... Want verhaal met wie ben jij nou aan het praten? Ik praat tegen mijn camera. Want mijn opa die hield altijd heel goed alles bij. En ja, Ha zei ook als je nog even mee door wil met deze auto. Waar is Ha nou? Oh, hij rijdt zo. Waarom rijdt hij zo? Oh. Als je nog even door wil met deze auto, dan zou ik het wel gewoon even doen en erin investeren. Toen dacht ik, oké, dan doe ik een grote beurt. Bij QuickFit was het dus 210 euro inclusief APK. Maar het was wel met een 20% korting die ze nu hebben ofzo. En bij sommigen was het 3,50. Ik dacht, nou, ik doe maar een grote beurt. En toen... Ik had er nog maar 2 dagen om mijn APK te doen. En ik kon meteen vandaag terecht. En dan kon ik het combineren met Ha. Want dan kon hij eventjes mij brengen daarheen. Want het is echt best wel lastig in je eentje om een APK te regelen. Want je moet je auto brengen. Dan moet je ook weer terug zien te komen. En ook weer je auto ophalen. Anyhow... toen belden ze dus dat er van alles, nou ja, niet per se niet goed was. Niet dat het nu moest, qua APK was hij er gewoon doorheen, maar dat er best wel wat onderhoudsdingen zouden kunnen gebeuren. En dan was het 838 euro in totaal. Ik dacht, wow, yo, want eigenlijk een APK is zeg maar 35 of 20 of wat dan ook. Dus het is wel even een verschilletje, maar ik dacht, ja, beter doe ik het wel, want dan gaat deze auto gewoon veel langer mee. Dus ik heb het gedaan. En ik heb altijd met grote bedragen dan iets van, oké, nou... Prima en weer vergeten. En het voelt wel heel chill. Ze hebben ook mijn auto gestofzuigd, stofgezogen. Dat vind ik ook super chill, want daar ben ik echt verschrikkelijk in. En ik heb mijn auto ook even leeg gehaald. Maar gisteravond heb ik hem hier neergezet en nu heb ik hem alweer opgehaald, weet je. Dus dat is wel heel relaxed. Ik heb pas dit weekend de afspraak ingepland. Ik wist dus niet of QuickFit goed was, want het is echt zo'n keten. Maar ja, ik ben heel tevreden. Ze waren echt heel aardig. Hij heeft alles heel goed uitgelegd. Ik heb het boekje mee, dus ik ga alles even goed bekijken. Nou, hij is ook uitgelijnd en de airco doet het nu. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik voel nu al, net ik heb nu uitgezet, maar ik voelde nu al windblazen. Dat ik denk, wow. Want deze zomer weet ik nog dat ik met Lotte wil afspreken en dat we niet gingen afspreken. Omdat ik geen zin had om zo ver te rijden zonder airco in die hitte toen. Dus dat is heel fijn. Accu is vervangen. Bougie. Nog wat dingen. Maar ik dacht, doe ik maar allemaal. En verder hoefde er ook echt niks te gebeuren. Behalve dat de banden... op een gegeven moment vervangen moeten worden, maar dat heeft gewoon te maken met leeftijd of zo. Dus sommige mensen vinden dit denk ik echt heel saai. Maar ik denk, ik vertel het maar even, want het hoort er ook bij. Voor mij voor het eerst dat ik een grote beurt voor mijn auto heb gedaan, dus ik vond het wel interessant. En ik was heel positief dus, ik ben heel positief. En ik merkte het uitlijnen echt, als ik mijn stuur 1 seconde losliet, ging die zo... En nu niet meer, dus ik ben blij. En ik kom net lekker uit bad, ik heb vanochtend les gegeven. En toen ging ik even lekker daarna in bad en toen gingen we de auto halen. En hij rijdt nu naar huis en ik ga nog even langs de supermarkt
Olé, want ik hou van de supermarkt. Jongens, kennen jullie deze snack? Dit is zo lekker. Selderij met roomkaas. Ik heb er bij deze. Ik heb bij de kruiden was 1+1 op lipverzorging. Mijn schoonmoeder die zeggen dat het zo slecht is om al die petrolatum en zo op je lippen te smeren. Ik zag dit, maar volgens mij is dit natuurlijk, maar niet 100%. Dat weet ik nog niet precies. Maar het is zo slecht, want alles wat je op je lippen smeert, dat trekt in je lichaam. Of je eet het op en dat kan je lichaam niet verwerken en zo. Dus ik heb de originals van Kruidvat, die lijn. De verzachtende lipbalm abrikoos. En daar zit dan ricinus, seed oil, canola oil. Daar begint het al mee. En normaal begint het altijd met die slechte dingen. Dus volgens mij is dit oké. Maar mocht je het weten, laat me even weten. Ik heb me nog niet in verliept helemaal hoor. En de kokos lipbalm. En dan heb ik een scrub. Met amandel. Ik wilde deze sowieso al best wel een tijdje. Toen ik het overal gesponsord zag, toen dacht ik, oh leuk. En van Carmex Naturally. Wat? Dat doe je echt nooit. De Carmex Naturally watermeloen. En deze heeft dan 94% natuurlijk ingrediënten. Ja, ik weet niet. Ik zou het aan mijn schoonmoeder moeten vragen hoe dat zit. Of het dan nog steeds niet goed is of dat het wel beter is. Ook ricinus seed oil. Beeswax. Seed butter. Ja. Er zit ook havermout in. Huh? Zeg maar. Oh, hij ruikt lekker. Maar ja, er zit natuurlijk wel nu ook slechte kleurstof in. Want is het beelddonker? Dus waarschijnlijk is die 5% die slechte kleurstof. Geurstof? Smaakstof? I don't know. Mocht je het weten, vind ik het wel heel interessant om even te weten. En ik zag iets en ik dacht, ik moet het hebben. Dit zie je nu al zo lang overal. Zo'n poriënzuiger. En je ziet ook vaak dat ze helemaal niet goed zijn. Ik snap niet waarom het zo donker is, mijn beeld. Maar, oké. Okay. Maar ik heb dus zo'n poriënzuiger. En ik doe net de tv aan en toen zag ik de reclame hiervan bij Kruidvat. Voor 12 euro, 13 euro. As seen on TV. Hij heeft 4 opzetstukken. 3 snelheidsniveaus. Een oplader. En die zuigt van alle dirt zo uit je neus. En dit wil ik zo graag testen. Dus dit zal ik ook even filmen in mijn vlog. En dat is wel leuk, want ik heb al best wel lang niet meer dit soort dingen getest in mijn vlog. Dus dat vond ik wel even leuk. Pauze. Ga even een broodje maken. Ja, flef. Lekker broodje voor C en voor H. Met buffel mozzarella, tomaat, basilicum, rijfolie, zout en pepper. Yummy, yummy. Ik stel hier maar dat het altijd een beetje vochtig is. Dat komt ook door de olijfolie. Ik moet het eigenlijk nog even een beetje laten uitlekken. Oh, zo lekker. Yummy. Echt heerlijk. Buon appetito. Kijk, je moet dit doen. Oeh, lala. Ziet er heel lekker uit. Heel lekker. Jongens, we hebben gratis sushi gekregen van Sushi Point en het is echt niet normaal. Echt niet normaal veel. Dit allemaal. Het ziet er ook zo chic uit. Hier word ik heel gelukkig van. Oh mijn god. Het is een beetje veel voor 3 personen alleen. Wie vindt het normaal hoeveel we hebben? Wow jongens, dit is echt niet normaal. Sowieso hoeveel het is, maar ook hoe lekker dit eruit ziet. We hebben sojaboontjes, ewifry, zeewier... Allemaal sushi yakitori. Echt heel lekker. Zo lekker. Weer gerend. We hadden net een superleuke les over millimeters. Toen ging ik even rennen. Wat zou ik even zeggen? Mijn plan om eventjes dan naar huis te rijden met uurtje pauze. Nou, lekker. We hebben dus middags een uur pauze en ik heb vanmiddag weer een afspraak in de buurt van mijn huis. Dus ik dacht, oké, ik rij eventjes in de pauze naar huis.
Dan doe ik het laatste uurtje, vragenuurtje met de kinderen bij mij thuis. Heb ik daarna nog een uur en een kwartier om even weer even thuis te zijn. Met spulletjes thuis te pakken, dat soort dingen. Dan ga ik daar naar die afspraak. Maar nu hebben we dus dit. Drama, wat irritant. Oh, wat irritant. Ik red het wel net, maar het is wel heel vervelend. Na mijn afspraak rijd ik dan weer door naar H. En dan ga ik zondagmiddag naar Ro en dan zondagavond weer naar huis. Dus ik ben hier niet heel lang meer. Maar ik wilde dit weekend ook nog wel daar zijn. Vet raar om... raar kapsel. Om hier te zijn zonder Bolly. Nou, dat was een leuke les. En nu heb ik nog even ruim een uur om eventjes lekker dingen te doen. Ga ik gewoon even in een uurtje dingen doen hier. Knallen. Eventjes mijn to-do-lijstje afwerken. Deze heb ik even meegenomen van mijn huis. Ik dacht, dat is wel lekker voor haar. Van Naturally Fit. En nu ben ik de boodschap aan het uitladen, want ik heb even weekendboodschap gedaan. We zijn dit weekend weer met z'n drieën. Toetje met knetter erop. Dit is voor het ontbijt. Ik ga weer even een leuk ontbijtje maken. 2 dagen ontbijt. Croissantjes. Ik had ook nog kaneelbroodjes. Lekkere mango's. Dit is niet voor het ontbijt. Ik ging naar de Dirk trouwens weer. Even nieuwe honing. Dat vind ik lekker in de Griekse yoghurt. En morgen eten we andijfstamppot. Balletjes, die neem ik niet. Mozzarella heb ik nog gehaald. En vitamine hadden we laatst ook al. Maar die blijft bij haar. Dus deze neem ik dan aan het eind van de week mee naar huis. Dan heb ik ook weer vitamine in huis. En alle weight care was 2e gratis. Dus ik heb eventjes de trekpleister. En ik zag wat leuke boeken. Ook voor school. Heel leuk. Wat is voor deze boek? Deze niet voor in mijn klas. Deze voor hier. Deze. Dit is voor op school wel leuk. En voor hier nog deze. Vond ik echt leuk. Deze waren serieus 2 euro bij de Dirk. Jus. En ik moet weer een beetje op de lijn letten. Dus ik heb even 2e gratis die maaltijdrepen. Gewoon voor af en toe hoor. Niet dat ik dat nu vast ga doen. Cappuccino, cranberry cheesecake en pindanoga. En 2 van deze. Die zijn wel minder lekker. Maar ik dacht misschien handig om in de auto te hebben ofzo. En ik heb ook nog cute maaltijdshakes gekocht. Maar dat ligt nog in de auto. Oh, ik heb nu mijn hele gezicht ingeolied. Ik wil zeggen, verder ben ik dus een beetje aangekomen. Oh, dit is zo mooi altijd als ik zo film. En daar wil ik even wat aan gaan doen. En ik deel altijd mijn fitnessbal. Ik wil niet gaan diëten of zo helemaal niet. Maar ik wil gewoon even iets beter gaan opletten. Dus dan heb ik dit besteld. Ik dacht, ik support even een kleine ondernemer, denk ik. Misschien ook niet. Misschien ook best groot. Maar ik dacht, ik support even. Vond ik wel leuk. Dus deze lag net in mijn brievenbus. Het is van fitmetlotte.nl. Even gratis promotie. Het is best wel een simpel boekje. Gewoon dun. Niet heel bijzonder. Maar wel volgens mij heel handig. Dit wilde ik eigenlijk gewoon even bijhouden. Ik vond het leuk om het eens een keertje op papier te doen in plaats van op mijn telefoon. En niet per se alle calorieën te tellen, maar puur op te schrijven wat je eet. En ook wil ik proberen om dan niet deze dingen te overschrijden. Dus ontbijt en dan mag je snack. Lunch mag je snack. Diner mag je snack. Maar niet meer. Zodat ik alles wat ik eet dus opschrijf. En daardoor ga je ook minder snel kleine hapjes tussendoor nemen, denk ik. Dus dat vond ik wel leuk. Goedemorgen. Ik ben er helemaal klaar mee, dus ik ga nu vandaag beginnen met dit. Nu om 10 uur neem ik dit als ontbijt. En daarvoor heb ik niks gegeten, maar dat is eigenlijk niet goed. Ik heb het een tijdje gedaan met shake dat ik alleen avondeten nam. Maar toen kwam ik daarna weer heel snel aan. Dus ik wil beginnen met, denk ik, alleen als ontbijt. Of zo, misschien. Tot 12 uur alleen 1 shake, misschien. Maar ja, als je dan als lunch weer gewoon een broodje ei eet, denk ik dat het niet echt zin heeft. Dus ik moet nog even denken hoe ik het ga doen. Hij smaakt gewoon echt precies zoals elke maaltijd shake. In de smaak van hier. Wie kan dat uitleggen? We hebben net gelezen. Oh ja. Zo donker, wij drinken voor het eerst in ons leven een Bloody Mary. Spice tomatensap, die dure tomatensap zeg maar, big tomato of zo en een schijfje selderij. Ik heb nog nooit een hartige cocktail gedronken, maar ik vind het echt lekker. Ik kan me niet voorstellen dat je dit in een club gaat drinken. Heel grappig. Wat jij wil. Hey, ik heb ook. Haan neemt ook de vegetarische. Ik ga dit even proberen te maken. Maar de gebruiksaanwijzing is niet heel duidelijk. Er zit best wel veel bij. Kijk eens. Gebruiksaanwijzing. Ik probeer van citroenvanger, maar het is echt zo moeilijk. Deed jij het ook zo?
dat je dat ging doen. Bedankt voor het kijken of je duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet me niet te volgen op Insta. En dan zie ik je bij de volgende video. Doei!